Welkom bij Sterrenkijk in de Stad. Je bent eraan het juiste adres als je meer wilt weten over de ruimte, sterrenkijken als hobby of ingewikkelde zaken zoals astrofotografie. In deze video wil ik laten zien hoe je met stacking software, in dit geval Deep Sky Stacker, en fotobewerkingssoftware, in dit geval GIMP, van de foto's die je van een object hebt gemaakt, zoals deze, een resultaat als dit kunt krijgen. Laten we vanuit gaan dat we een heldere week hebben gehad en dat we meerdere avonden hetzelfde object hebben kunnen schieten. Dan heb je dus verschillende mappen met daarin, als het goed is, biasfoto's om de elektronische ruis van je camera weg te kunnen werken. Je hebt darks geschoten, dat zijn foto's met dezelfde belichtingstijd en dezelfde ISO-waarde als de foto's van het object, maar dan natuurlijk met de dop op je telescoop en dan heb je foto's van het object zelf geschoten. En je hebt natuurlijk netjes met een Batinov-masker op een felle ster gezorgd dat je goed in focus was. De lights zijn eigenlijk hele zwakke versies van de foto van je object. Dat is eigenlijk waar de uiteindelijke data in zit. En je gebruikt dus al die verschillende foto's van je object om op elkaar te stapelen tot een uiteindelijke foto. En dat stapelen, dat doe je dus in Deep Sky Stacker. Dit is wat je ziet als je Deep Sky Stacker opent. Kun je trouwens gratis downloaden. Moet je even googlen op Deep Sky Stacker. En dan kun je voor Windows een installer downloaden en installeren. Hier links staat het menu. Als je op Open afbeeldingbestanden klikt en je gaat naar de map van een van de dagen waar je data foto's in zitten, dus je lights, en je voegt die allemaal in, dan verschijnen hieronder een lijst met de foto's. Als je dat voor het eerst doet, zie je hier die scores nog niet, want dat doet hij pas nadat je alle foto's een keer hebt geregistreerd. Voor diezelfde avond moet je ook de donkere bestanden toevoegen, dus wel naar de juiste map gaan met dezelfde data en dan donkere bestanden toevoegen. Zoals je ziet maakt Deep Sky Stacker dan aan het eind van die files een master dark, maar dat negeer ik hier even. Als je flats hebt gemaakt, en daar was ik te lui voor, kan je die hier ook toevoegen. En de biasbestanden die vallen onder comp verstoring bestanden. Dus dan in dit geval ook naar 19 april bias. En dan al je bias foto's toevoegen, opnieuw hier. Van een eerdere keer stekken is er een masterfile gemaakt. Die kun je dan later eigenlijk gebruiken. Dan hoef je ze niet allemaal weer apart te stekken. Nu heb ik dus voor één avond, voor 19 april, mijn lights, mijn bias en mijn darks toegevoegd. Maar je wilt eigenlijk alle vier de avonden op elkaar stapelen. Wat je dan moet doen is hieronder op groep 1 klikken. En dan kun je dat proces weer herhalen. Dus in dit geval ga ik dan naar 21 april, dat was mijn tweede avond, voeg ik ook weer mijn lights toe en mijn darks toe en mijn bias toe. En dan verschijnt er, als ik daar klaar mee ben, een tapje met groep 2, groep 3 en groep 4. En als je dat dan allemaal hebt gedaan, dan ziet dat er als volgt uit. Nu heb ik dus even de data van alle avonden toegevoegd. Dus hier alle data van 19 april met de lights en de darks en de bias frames. En de data van 21 april, 22 april en 25 april. En iedere keer dat je zo'n groep toevoegt, maakt hij een nieuwe tab, maar deze is dus leeg. Want ik heb hier 1, 2, 3, 4 avonden. Als je voor het eerst stekt, dan selecteer je alles. Dan zie je dat er vinkjes voor alle bestanden komen te staan in alle groepen. En dan moet je eerst alle foto's registreren. Dat is als je het voor de eerste keer doet. Dan staan hier ook nog geen getallen. Nou, als je dat dan doet, dan heb je een paar opties. De sterdetectie. Wat Deep Sky Stacker doet, is in alle foto's sterren vinden. En dan gaat hij die tussen de foto's vergelijken om te zien in hoeverre de beelden zijn verschoven en of gedraaid. En op die manier probeert hij dus aan het eind alle foto's op elkaar te stapelen en de data te combineren. Hoe lager je dit getal maakt, hoe makkelijker Deep Sky Stacker sterren detecteert, maar dan kan het dus op een gegeven moment ook zijn dat je ruis
dat Deep Sky Stacker ruis voor sterren aanziet. Dus hier moet je een beetje mee schuiven. En afhankelijk van welk object, bij welke instellingen van je camera je dat hebt gedaan, vind je meer of minder sterren. En eigenlijk wil je toch gewoon meer dan 50 sterren hebben. Dus voor dit specifieke object moest ik ongeveer 9-10% hebben. Dan kijkt hij een van de foto's en dan kijkt hij in ieder geval 70 sterren. Dus dat is prima. Ik vink altijd aan om de ruis te verminderen. En afhankelijk van hoeveel data je hebt, kun je Deep Sky Stacker aan de hand van de score die hij aan de foto's geeft, een bepaald percentage van de lights, dus de foto's met de data, laten gebruiken. Heb je nou heel weinig data, wil je misschien alles gebruiken? Heb je echt uren en uren aan data? Ja, dan kun je misschien ook de 75% beste foto's gebruiken. Nou, hieronder staan de instellingen voor het stapelen van de foto's. Er staat eigenlijk alles wat groen is, is in principe al geselecteerd. Wat blauw is, is een optie die aangeeft. Als je met filters werkt, kun je superpixel modus gebruiken. Bij smalband afbeeldingen suggereert hij iets. Ik heb hier heel veel foto's, dus dan is het altijd het beste om sigma afbreek te doen. En ook voor de hoofd. En de onderste twee is een kwestie van proberen. Dat is hoe je de Deep Sky Stacker de kleuren in de foto's probeert te kalibreren. Dat kan hij per kleurkanaal doen, dus rood, groen, blauw. Of hij probeert voor alle kanalen de achtergrond te kalibreren. Ik heb daar niet echt een advies over. Eigenlijk, wat hierboven staat, klopt wel. Als de foto's te grijs lijken aan het eind, nou ja, gebruik dan die. Als je moeite hebt de juiste kleurbalans in een foto te krijgen, probeer dan die eens. Daarnaast kun je nog instellen hoe die de foto's probeert te combineren. Dus je kunt proberen in alle foto's het stuk te vinden wat aanwezig is. Dus in iedere foto is in ieder geval dit vlakje aanwezig, dus dat stapelt hij dan. Ik doe meestal mozaïek, dus gewoon alle data stapelen, wat kan betekenen dat in dit deel van de foto minder data is, dus slechter signaal-ruisverhouding dan hier. Of hij gebruikt één van de foto's als kader en stapelt binnen dat kader alle data die hij kan vinden. Ik gebruik mozaïek, want ik wil zelf eigenlijk kiezen welk deel ik uiteindelijk gebruik. Dat betekent wel dat soms de foto's heel groot kunnen worden in data, dus echt honderden megabytes. Je kunt nog drizzle kiezen, dan ja, wordt de foto nog groter. Dit zijn eigenlijk die instellingen die je eerder koos met die blauwe en die groene regels. En hier is nog een algoritme om koude en hete pixels weg te halen, wat ik meestal standaard laat staan. Nou ja, als je dan op OK drukt en hier op OK, dan laat hij je nog even één keer zien wat alle datasets zijn. Dan zie je ook meteen de totale hoeveelheid data die je hebt. En dan dat maal het percentage wat je hebt aangegeven, is de totale tijd die worden gestapeld. En je ziet dat als je veel data hebt, dat een behoorlijke hoeveelheid tijdelijke schijfruimte nodig heeft. En als je nu op OK drukt, dan begint hij met stapelen. En wat hij eerst doet is met de bias frames aan de slag gaan om eigenlijk een soort netto bias frame te maken. Die gebruikt hij dan samen met de dark frames om een kalibratieplaat te maken. En daarmee gaat hij met alle lights aan de slag om die te stapelen. Hier heb ik de uiteindelijke gestapelde foto die de Deep Sky Stacker heeft gemaakt. Geslagen en daarna geopend in GIMP. GIMP is ook gratis te downloaden en is een open source variant op Photoshop. Het heeft niet meteen exact alle functionaliteit van Photoshop, maar ik zou toch gauw zeggen wel zo'n 85-90%. En hier kun je zeker in het begin best aardig mee aan de slag om Deep Sky Objects vast te leggen. Als je goed kijkt, zie je hier eigenlijk een hele gekke vorm van de foto's. En dit is dus de mozaïek die hij heeft gemaakt van de data van alle avonden. En als je goed kijkt, zul je zien dat je de verschillende avonden eigenlijk een beetje kan herkennen. 1, 2, 3, 4.
als je iets voorzichtiger bent geweest met het framen van je object dan ik hier was, dan zul je zien dat als je het goed doet, data zoveel mogelijk overlapt. Maar afgezien van een paar sterren zie je eigenlijk niet zoveel op deze foto, terwijl dit tot echte gestapelde data is. Wat je dan eigenlijk eerst moet doen, is de niveaus in deze foto aanpassen. En wat dit weergeeft is van zwart of eigenlijk nul intensiteit naar 100% intensiteit. De hoeveelheid pixels die een bepaalde intensiteitswaarde hebben. En je ziet hier een streep helemaal bij zwart. Dat is vanwege de buitenkant om de mozaïek. Eigenlijk de meeste data zit hier in een grote bult. En die is zeg maar heel donkergrijs. En dat is eigenlijk de achtergrond. En dan zit hier verderop dus nog ergens die sterdata. Maar die zie je op deze schaal eigenlijk bijna niet. Die kan ik wel als ik de schaal verander hier boven water krijgen. Nou, wat je eerst doet is realiseren dat je het wit punt, het uitzichtse punt, daar kom je nooit aan. Wat je verandert is het grijs punt en het zwart punt. En ja, eigenlijk wat je doet is eerst eens kijken. Als je dat grijs punt omhoog haalt, hoe dat er dan uit komt te zien. En je ziet dat je dus, in eerste instantie die hele achtergrond naar rechts schuift. Je kunt ook zien, die punt is nu een stuk verschoven. Dan kun je in principe het zwart punt wat naar rechts schuiven. En dat grijs punt weer naar links. En ik ga eigenlijk nooit meer dan 1,5 hier in GIMP naar links. Nou, als je hier naar kijkt, dan begin je al wat meer dingen te zien. Maar je ziet ook dat je eigenlijk een bepaald stuk van de foto moet selecteren waar je mee verder wilt. Dus ik doe dat nu even heel grof. Dus ik doe bijsnijden, selectie, het bekende crop in het Engels. En dan zal ik daar even een beetje op inzoomen waarschijnlijk. Zoiets. En dan zie je hier dus dat deel waar je op alle avonden wel zo ongeveer data hebt gevangen. En je begint hier de eerste sterrenstelsels al te zien. Nou, dan kunnen we nog ietsje verder gaan. En nu zijn we op het punt aangekomen dat je hier aan de randen van de foto wat donker ziet en in het midden lichter. En dan moeten we even een tweede video maken. Die zal ik straks doen. Dat gaat over het maken van een synthetische flat. Dus dat leg ik daar uit, maar dat pas ik dan hier even toe en dan kunnen we daar verder. Als ik dus die synthetische flat heb gemaakt, dan ziet mijn data er ongeveer zo uit. Dus je ziet nu dat de meeste gradiënten wel redelijk weg zijn. En dan kun je ook wat makkelijker de data nog verder stretchen, zoals je hier ziet. En dan zie je steeds meer details verschijnen. Hier zie je nog wel van het stekken van de verschillende data nog wat artefacten en zo. En hier. Dus dat betekent misschien nog wat kantelen en bijsnijden. Wat nog wel belangrijk is, dat de data er nogal rood uitziet. En dat kun je ook zien dat als je het histogram op de verschillende kleuren kiest, dat het blauwkanaal een beetje achter is gebleven. Dus die moeten we nog wat opschuiven, zodat het nulpunt wat beter samenvalt. En dat kunnen we met het groene kanaal ook nog een beetje doen. Zo. Iets te groen, denk ik. Zo. Nou, kunnen we voor deze tutorial even dit stuk eruit knippen. Zodat we
in ieder geval dit deel te pakken hebben. Kunnen we nog weer een beetje inzoomen. Zo. En nu is het een kwestie van nog wat meer de data opkrikken. Dat kan op twee manieren. Dus dat kan met gewoon de niveaus. En op een gegeven moment zul je zien dat als je dat te ver doet, dat dit een beetje gekarteld begint te worden. Dan heb je eigenlijk iets te ver aan de schuifjes getrokken, zoals ze dat dan zeggen. Je ziet ook dat de achtergrondruis nu wat korrelig begint te worden. En hier zie je eerst daar stekels ontstaan, dus dan moet je eigenlijk echt stoppen. Wat je daarna nog kan doen, is wel nog met de curves. Dit is eigenlijk weer ook de intensiteit en de pixelverdeling. Maar wat je met deze curve kan zeggen, alle pixels die hier donker zijn, die wil ik bijvoorbeeld iets meer omhoog trekken of niet. En wat meestal een goede manier is om nog iets meer de data eruit te krijgen, is een heel klein beetje verhogen. En dat kun je in verschillende lagen doen en die combineren of niet. Maar even voor het idee dat je dan nog wat meer details naar voren kan halen zonder de ruis al te veel op te krikken, als je dat tenminste een beetje goed doet. Dat ze dan meespelen. Nou ja, en zo zie je dus langzaam de sterrenstelsels verschijnen. En ja, dan kun je natuurlijk nog wat met de verzadiging spelen. Dit is de Markarian Chain, dat is een hele reeks sterrenstelsels. Dit is M84 en M86. En dit zijn allemaal stelsels op de achtergrond. En als je nog een beetje inzoomt, dan kun je zien dat sommige van die stelsels wel wat details hebben, zoals stofbanden. Maar de meeste van de stelsels hier zijn elliptisch, dus die zijn wat minder in details. Hier is nog een stofband te zien. Als ik nog meer data zou hebben, zou dit een mooi stelseltje met armpjes worden en deze ook. Nou ja, en dan zijn er nog filters om de ruis te verbeteren en dat soort zaken om te verscherpen. Maar dat laat ik voor nu even voor wat het is. In principe heb je nu gezien hoe je de data verzamelt en sorteert. Hoe je dat in Deep Sky Stacker stekt. En hoe je met GIMP van die gestekte foto uiteindelijk foto kan krijgen waar je echt de data op een leuke manier kan laten zien.